Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 6 maart. God kan je van je schande bevrijden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 61 vers 7. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Vraag jij je wel eens af hoe het leven van Adam en Eva was voordat ze zondigden? Genesis 2 vers 25 vertelt ons dat alhoewel Adam en Eva naakt waren in de hof van Eden, zij zich niet schaamden. Ik geloof dat dit Bijbelgedeelte, naast het gegeven dat zij zonder kleding waren, ook impliceert dat zij volkomen open en eerlijk tegen elkaar waren. Niet zich verstoppen achter maskers en geen spelletjes spelen. Ze waren vrij om zichzelf te zijn, omdat ze geen idee van schaamte hadden. Toen ze eenmaal gezondigd hadden, verstopten zij zichzelf. Zie Genesis 3, vers 6 tot 8. Als Jezus het werk aan het kruis niet had volbracht, dan zouden wij alle moeten leven met de overweldigende schande van zonde. Maar vanwege zijn offer heeft de mensheid de mogelijkheid om van de volmaakte vrijheid te genieten met elkaar en met God. Helaas leven de meesten van ons nog steeds met de last van schande. Zelfs al belooft en verzekert Gods woord ons dat we er vrij van kunnen zijn. God kan je bevrijden van schaamte. Bid en vraag Hem om je vrij te zetten van de schaamte die zich probeert in jou op te bouwen. Laten we samen bidden. Heer, ik ontvang de vrijheid van schaamte die U voor mij aan het kruis heeft gekocht. Niet langer verstoppen. Niet langer waardeloos voelen. U hebt mijn zonde gewist en nu wil ik vrij en open leven voor U. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website. Joyce-Meyer.nl